Ik ga jullie tips en tricks geven over analoge fotografie. En ik ga met twee modellen shooten. Ja, hij komt. 3, 2, 1. Top. Er zijn veel dingen die je niet mag vergeten als je analoog gaat fotograferen. Zo mag je niet vergeten dat je te maken hebt met film, rolletjes. Je kunt niet oneindig schieten. Dus zorg ervoor dat je thuis een voorraad hebt aan rolletjes. Maar zorg ook dat je bij de shoot genoeg rolletjes hebt. Want je maakt foto's staand, liggend en als een model in de ogen knippert, maak je nog een foto. En dan heb je al 3 foto's van de 24, van de 36. Dus ik zou zeggen, neem een paar rollen mee. Ik zelf neem er altijd 3 mee voor de zekerheid. En ik zorg dat ik ook thuis genoeg heb voor een paar shoots. Want deze dagen vooral zijn ze vaak uitverkocht. Zodra jij een film van ISO 200 in je camera hebt, kun je niet meer terug. Bij digitaal kan het wel. Met een paar knoppen verander je zo de instellingen. Dan kan je zo van ISO 200 naar 1600 gaan. Maar met analoog kan dat niet. Zodra een film van 200, 400 of 800 of 160 in je camera zit, is er geen stap terug. Dus hou daar rekening mee. En hou ook het weer in de gaten, want als het heel zonnig is, kun je beter bijvoorbeeld 160 of ISO 200 in je camera hebben. En als het donker is, grauw, is 400 al wat beter. Hou ook de tijd in de gaten, want als het rond schemer is of in de nacht op een belichte plek, kan zelfs 800 superhandig zijn. Let vooral op dat je de foto's niet terugziet. Dus ik zal zeggen, oefen een beetje. Weet hoe de foto's eruit komen te zien voordat je gelijk aan de slag gaat met modellen voor een professionele shoot. Dat zou ik niet doen. Ik zou eerst de camera een paar keer testen, de film een paar keer testen. En dan een beeld krijgen bij het beeld dat je schiet. Wat ik met name uniek vind aan analoge fotografie is de tijd die je in de foto stopt en de moeite die je in de shot stopt. Je kunt niet in feite gewoon rondklikken met je camera. Je hebt te maken met een beperkt aantal shots die je kunt nemen. Dus daar doe je dan wel natuurlijk wat meer moeite voor. Daar neem je de tijd voor. Je wilt wel uiteindelijk met goede resultaten eindigen. Je hoeft niet bang te zijn om te gaan schieten, maar het is wel licht stresswerk. Want je kunt niet de foto's gelijk zien. Dus je zou echt, als je er waarde aan hecht, dan moet je er ook echt de tijd voor nemen. En dat heb je wel met analoge fotografie. Oké. Alright, 3, 2, 1. Kijk wat meer die kant op, want dan pakt je gezicht meer licht. 3, 2, 1, kijk maar op. Zodra je een rol volgeschoten hebt, is het tijd om het te laten ontwikkelen. Dat kun je zelf doen. Maar ik doe het zelf altijd bij een fotolab. Mocht het dan fout gaan zijn, dan weet ik dat het aan mij ligt. En niet aan de ontwikkeling. Bovendien zijn zij er ook veel beter in dan ik. Na het ontwikkelen kun je ervoor kiezen om ze te printen of in te scannen. Ik scan ze altijd in. Dat laat ik doen althans. En dan heb ik ze op mijn mobiel of op mijn laptop. Top. Alsjeblieft. Dankjewel. Hè. Dank u.